Ja, maar als je daar ook nog rekening mee moet houden, dan kan je bijna niks meer doen. Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Pokémon X Avatar Lock met Sander van Gaming SB. In de vorige aflevering ging Sander's Beedrill dood en heb ik de gymleader verslagen. Van alles noem je ook precies dat op. Ja, okay. Ik moest toch zeggen wat er gebeurde in de aflevering, Sander. Nee, ik weet weer hoe het zit. Ik weet helemaal hoe het zit. Nee. Yo, het zit nooit goed. Ja, er zullen hier weer pocketmonsters zijn die ik mag vangen in deze route. Dus daar gaan we maar eens naar kijken. Ah, dat is op zich wel handig. Een pincer bijvoorbeeld. Ja. 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 Dus. Dat is ook het enige wat ik zeg vandaag. Ik ben heel salty. Ja. Want mijn Beedrill is dood. En ik heb geen Is Scatterbug een beetje goed trouwens? Ja, die Vivian, ja, low level wel, maar waar je nu in de game zit, weet ik niet. Nee, dan doe ik wel dikker spiegel. Heb je niks anders in de box? Ja, een Epsilon, maar ik heb al 10.000 dark types. Ja, oké, maar verder niks... Snorlax, dat is dan nog eentje. Het lastige met Snorlax is dat hij niet zo snel levelt. Ja, plus, dan heb ik wel de normal type, maar de normal type heeft ja, niet echt advantages nee, ofzo. Precies. Dus dan kan ik beter de ground nemen, denk ik. Ja, zeker niet zometeen tegen de fight gym. Oh, ja, nee, dat helemaal. Maar ja, Diggersby is ook normal, dus in dat opzicht. Ah, ja. Wat item heeft hij? Een ultraball. Let's go. Oké, moet ik al die mensjes bevechten of is het gewoon puur... Ja, je moet ze allemaal bevechten en dan komt de weg vrij, zeg maar, voor de gymleader. Oh, wat kut. Oké. Nee, dit is kut. Nee, dan weet ik dat. Ja. Oh, Meditite, oké. Kijk, dat is dan een fijne. Om te hebben, want die kan ik met Dark wel... killen. Karate Chop. Oh, dat is Neutron natuurlijk. Nou ja, dat is in ieder geval iets. Ja, precies. Hoe zal ik Pinsir eens noemen? Oh, Pangoro heeft helemaal geen Dark Type. Wat? What the fuck? Waar ben ik dan mee bezig? Heeft Pangoro geen Dark Type? Mijn Pangoro niet. In ieder geval. Geen Dark Type Move bedoel je? Geen dark type move, ja. Ah, oké. Okay. Ik wou wel zeggen. Hij heeft wel de dark typing, dat zeker. Ja, precies. Ik vond het al zo raar. Maar de moves nog niet. Gelukkig is het geen Gen 1 waarin niemand letterlijk een stab move leert zo'n beetje. Ja. Ah, ik heb geen flying. Big move. Zeker. Wat is nog meer goed tegen? Psychic en Fairy. Heb ik niet en heb ik niet. Oké, okay, dan ga ik voor heb ik niet. Fuck! Ben jij wel goed in het spel, Sander? Maar ik ga het gewoon doen zonder advantages. Kijk, jij killt iedereen one hit KO. Weet je, kijk, ik heb dat gewoon niet nodig. Krijg zo goed ben ik. Fake out, doe eens niet. Ja, als er een Mienfu op het veld komt, kan je alvast vanuit gaan dat hij fake out doet. Oh, en mist. Wat een hater hier, ho. En dubbel slip. 5 times. Oh. Volgens mij word ik hier genaaid. En hard ook. Daar hou jij wel van. Yep. Oh, hey, als dit 5 times, dan ben ik dood. Oké, 2 times. Nee, dan is het goed. Vraag is, als de Thunderfang niet mist, dan overleef ik. Oh, ik heb geen potions gehad. Oké, ik heb nog 1 hyper potion. Die ga ik nu gebruiken. En dan straks ga ik kopen. Met monies. Als echte populaire YouTuber.
Thunderfang. Ja, en hij killed. Let's go. Tot zijn persoon. Ja, dit was nog maar één Pokémon van de drie. En van het eerste trainertje. Oh nee, dit was één Pokémon van de één, schijnbaar. Ah. Oh. Maar wel van de eerste trainer. Niks aan de hand, Sander. Nee, dat viel mee uiteindelijk. Nee, niet mij zien. Volgens mij had hij me echt easy kunnen zien. Ik weet niet waar hij mee bezig was, maar... Hij zag me in ieder geval. Oh nee, niet. Je moet ze zelf aan... zelf met ze praten, zeg maar. Wat? Je moet zelf met ze praten. Als je ze je ziet, dan doen ze niks. Oh, dat is aan de ene kant chill, aan de andere kant is dat moeite. Dat klopt. Ja, dat klopt. Dick? Oeh, Dick is wel goed voor mijn DSB. Blijkt hij straks al een goede ground move te hebben. Maar gaan we eventjes niet vanuit. Mag ik zo'n super potion? Ja, dankjewel. Jij mag wel een super potion, Sander. Oh. Ik wil buy. En dan hyper potion. Want ik ben super hyper. Ziet hem hyper zijn. Ja, super. Echt, ik ben echt hyperste man ooit alive. Zoals ze dat zeggen in het Nederlands. Mm-hmm, dat klonk heel erg Nederlands. Daarom. Daarom heb je mij hier ook als Nederlands deskundige, toch? Ja, precies. Ah, ja, precies. Ik was het vergeten waarom ook weer, maar daarom. Ja. Dus wat nou als mijn dingetje vlak voor de gymleader level 37 wordt? 37 mag nog, hè? Oh ja, oké. 38 dan. Dan mag je hem niet gebruiken. Aww. Praat met me. Ja, dank je. Deze mensen zijn zo verslaafd dat ze gewoon liever rollerskaten dan Pokémon Battles doen. Ik snap het wel. Kun je het geloven? Ik zou, als ik een Pokémon had in real life, de hele... Oké, dat is niet helemaal waar, maar... Wat wil je dan weer, Sander, als het niet helemaal Ik zou wel genieten van elke Pokémon battle die ik doe. Takedown. Dat hit itself. En dat hit mij heel erg. Nee, dan ga ik niet. Maar wie moet ik dan uit? Volgens mij is iedereen weak. Ertegen. Oh nee. Met Jolteon niet. Dan gaan we maar weer naar Jolteon. Moet toch iets zijn. Precies. Takedown. Dat doet ook de helft. What the f... Wat moet ik hiermee? Dat doet meer dan de helft. Ah. Oh. Het wil niet echt, hè, Sander. Perspective. Oké, als hij Body Slam doet, dan kan ik naar Greninja. Kan ik zo'n Water Pulse doen, of Water... nog wat eens. Brick Break. Oh, waarom doet hij nu Brick Break? Hoe kon deze man dat predicten? Hoe dan? Het zijn hele slimme jongens. Het is een hoe heet het? Het is zo'n computermannetje. Ja, hoe kan die slim zijn? Leg uit. Ja, ik kan wel healen, maar als hij weer Brick Break doet, dan heeft dat geen zin. Of ik moet Greninja sacken of een... Nee, dat ga ik niet doen, maar... Oké, please, doe takedown. Counter! Oké, dat is... Goed, Waterpulse, ja, please kill. Als hij nu counter doet, dan ben ik echt dood. Maar counter is toch voor een physical aanvallen, of is dat... Is Waterpulse... Oh nee. Waterpulse is een special aanval. En hij doet nu weer takedown, oké. Ik overleef het.
als hij nu eerst was geweest ineens en Brick Break had gedaan, was ik wel dood geweest. Maar dat is hij niet. Alhoewel, ik had wel maar één attack gedaan. Dus hij had in principe met een speed tire had hij me kunnen killen. Maar dat zou echt heel kut zijn. Dan zou ik weer de game blamen en niet mezelf. Ja, maar als je daar ook nog rekening mee moet houden, dan kan je bijna niks meer doen. Ja, precies. Ik vond die Psybeam en dan een Confusion vond ik al heel wat om rekening mee te houden. Nou, hield ik daar ook geen rekening mee. Dat maakt niet uit, Nee, maar daar zou ik ook geen rekening mee houden. Dat is zo, want je weet ook niet hoeveel damage je doet, zeg maar, de eerste keer. Nou, toen ik met Psybeam wist dat ik Confusion was en op echt iets van 20 HP, toen had ik wel zoiets van, oké, dan ga ik dood. Maar... Ah, dus het was niet zeg maar van full HP, zeg maar. Nou, ik had eerst die Psybeam ge-eat. En dat ging tot 20 HP goed. En toen was ik ook nog eens ineens confused. Ja. Toen ja, nee, oké, maar dan kan je dus niet... Je weet niet hoeveel damage het doet, zeg maar. Nee, oké. Nee, maar dus ik had wel op een gegeven moment... Toen ik zag van, oh, ik ben ook nog confused... Toen wist ik wel, oké, ik ga dood. Ja, tuurlijk. 20 HP met confusion, dat is... Maar toen kon je er ook niks meer aan doen, zeg maar. Dat is waar. Dat is zeker waar. Daar ben ik het helemaal mee eens. Ik vind die dev, die mag je ook gewoon niet op de scorebord zetten. Ja, maar dat doe ik wel. Nou, maar dat was fake. Leugens, Sander, leugens. Dat was niet eerlijk, bedoel ik. Maar het is wel gebeurd. Met punch, oké. Misschien Pangoro, is die niet neutral? Tegen fighting? Oh nee, want hij is ook... Nee, want fighting is niet super effective tegen fighting natuurlijk. Nee, natuurlijk. Wat? Oh, Pangoro is ineens gone. Oké. Fuck. Oh, heeft Circle Sweep dat effect? Ik denk het ja, dat je jezelf uitwarpt, zeg maar. Nou, nee, de ander. Oh, de ander. Dat kan ook. Eén van de twee. Oké. Okay. Oh, dat kan ook wel een strategie zijn. Ik weet niet of het een goede strategie kan zijn, maar dat is voor latere zorg. Ja. Oké. Okay. Sander, ik ben bij de volgende gym. Doe eens rustig, man. Ik ben nog bij de eerste gym, jong. Oh, Serena wil eerst tegen mij vechten. Dat is wel een beetje jammer. Ik heb vorige aflevering ook al tegen Serena gevochten. Ik deze aflevering nog. Ja. Was dat deze aflevering? Ik heb geen idee, joh. Ik weet het eigenlijk ook niet. Ja, ik denk het wel. Ik het. Bro is heel bulky, hè? Dan zal hij niet mijn dingetje kunnen killen. Mijn metamorph. Revenge. Oké, dat was een crit. Oké, ik dacht al eventjes van, nee, kan Jolten nou niks meer tanken tegenwoordig? Maar dat was een crit. Dat scheelt. Vital throw. Oké. Dan doen we een Thunderfang. Doe jij maar eens een donderige tand. Oh wauw, dat deed echt niks. Seismic Toss, dat is... Fight. Dat doet zoveel als een level, toch? Dat is wel gunstig. Hyper Potion of Super Potion? Nah, ik doe wel Super Potion. Ik had meer Super Potion moeten kopen. Maar dat heb je niet gedaan. Nou, ik heb 5 superposes en 5... Oh, dat was weer een crit. Gast, doe even rustig.
Als deze man blijft critten, dan gaat hij me stallen en dan ben ik uit. Dan ben ik dood. Dat willen we niet. Met Jolten. Nee. Het ging al zo lekker. Oké, Seismic Toss, dankjewel. Dat kan niet heel veel doen. Alhoewel, als hij nu... Als ik dit nu doe... En hij doet... Zo'n aanval en heeft een crit... Dan ben ik ook dood. Sander, even waarom een belangrijke vraag, hè? Heb je nog, ja, heb je nog de mol gekeken van het weekend? Nee. Je weet dus niet wie eruit is. Nope. Spannend. Yep. Nou, ik vind op dit moment toch mijn Pokémon spelletje spannender. Ja, ik dacht, laat ik een beetje luchtige onderwerpen erin gooien, maar ik wil niet gelukken. Ja, sorry. Nee, maar ik was niet thuis dit weekend. Enfin, dit weekend. Zondag in ieder geval. Ja. Oké, Dragontail. Zal dat wat doen? Revenge. Oh, dat is super effectief. Tyrant, niet doodgaan, niet doodgaan, niet doodgaan, niet doodgaan. 15 HP, oké, dat is niet doodgaan. In principe luistert hij. Het is... Mijn breaks zijn evolueerd. Ah, leuk. Lekker enthousiast. Ik zit eventjes met real life problems hier. Dan wel in Pokémon, maar... Seismic Toss. Ja. Oké. Dan is deze Machoke in ieder geval dood. Dan nog die Troll. Oké, Dragontail. Hij is eerst... Nee! 3 HP! Oké, dat was echt lucky. Wow. Ik dacht echt dat ik eerst was. Maar dat was natuurlijk tegen die Troll. Ja, oké. Nou, maakt niet uit. Ik leef nog, daar gaat het om. Ik leef nog. Gaat lekker, Sander. Jezus. Ja, nee, niet echt. Voor mijn gevoel. Oké. Ik kan nu wel Jolteon healen. En dan is die full health. Hopen dat die... die ene aanval doet. Seismic Toss. En dan kan ik hem killen, denk ik. Dit is nog niet eens de gym leader, of wel? Nee, tuurlijk niet. Wat denk jij dan? Dat het wel de gym leader is. Dat mocht ik willen. Ja, ik heb gewoon niks tegen fighting. Ja, dat is wel een probleem. Weet je waarom? Al mijn flying Pokémon zijn dood. Maar Sander, waarom laat je die dan doodgaan? Ik rijd door een tunnel. Oké. Verbinding slecht. Bliep, bloep, blap. Dat is niet meer voor een robot. Ja, let's go. Ik ga dit winnen. Als ik outspeed. Maar volgens mij met Jolteon outspeed ik wel. Deze Troy. Ja. Ik leef nog. Woehoe. Yay. Hij heeft gewonnen hoor. Het duurde even, maar dan heb je ook wat. En ik moet nog twee mannetjes van de gymleader. Voordat ik de gymleader kan verslaan, bedoel ik. Ja, je zou kunnen zeggen... Voordat ik bij die volgende ben... Ja, dat duurt nog 5 jaar. Of zo. Ik ga eerst healen en een hele hoop healing items nog kopen. Weet je waarom? Omdat ik geen healing items meer heb. Zowat. Omdat ik ze allemaal aan die troll heb verneukt. Ja, wat is een probleem? Dat is niet één probleem, dat zijn er direct 3. Oké, als jij het zegt. Voor mijn gevoel. Zo voelt het wel, oké? Oké. Waarom krijg je geen Premier Potion? What the fuck? Wat is dit nou weer? Krijg je ook geen Premier Potions meer tegenwoordig? Tjoh, jongen. Dat moeten ze in gaan voeren met de nieuwe games. Premier Potions. Nee, dan wordt het te makkelijk waarschijnlijk. Ja. Dan gaan mensen weer zeiken dat het te makkelijk wordt. Ja, ondanks dat ik al mijn Pokémon verlies in een Nuzlocke. Maar oké.
Avatar Lock, sorry. Tja, je bent een Pokémon Master of je bent het niet. Laat die zo doen. Ik kon er dit keer niks aan doen. Dik. Je kan het, Sander. Ik geloof in je. Nou, dan heb je meer geloof dan ik. Maar het is vooral dat het een fighting type is, hoor. Als het geen fighting type was, dan had ik... Ik cover bijna elke type, behalve fighting, gewoon. Ja, dus ja. Dat is een beetje een dingetje. Dat is niet zo mooi. Ik ben ondertussen eventjes door nu de... Nu je het zegt, dat is inderdaad waar. Nee. Ik ben ondertussen eventjes... hoe heet het? De vierde gym aan het ownen. Ik one it kill alles. Oh, gaat hij nog meer flexen? Eerst al flexen met... Oh, kijk maar, ik own de vierde gym. En dan... ik won het KO alles. Au. Ik praat echt al 10 keer tegen die vrouw, maar ze wilde niet terugpraten. Of ik heb de al verslagen. Die kans is erg aanwezig. Ja, dan ga ik toch niet bijhouden. En jij vindt het gek dat jij geen Pokémon Master bent. Weet je wat ik gek vind? Dat ik nog opneem met jou soms. Ja, maar jij wordt ook altijd zo getriggerd als ik wat zeg. Dat maakt het extra leuk. Wat? Als jij iets lulligs zegt, wat je heel vaak doet. Was ik eerst? Oh, Speedvel! Ja, ik was eerst. Maar je was Speedvel. Eerst? Ja, ik durf het nu niet meer te risken. Nee, dat snap ik. Straks was het die ene stat lowering die ik nodig had. Kaïle. Sander, heb jij een vuur-Pokémon? Ja, hè? Ja. Oké. Okay. Counter! Oh! Dan had ik dus niet hoeven healen. Oké, okay, maakt niet uit. Die was altijd als tweede geweest. Dus, nou. Dat maakt niet uit. Maakt niet uit. Squirtle level 37. Oké. Wat dan als mijn Squirtle tijdens de gym battle level 38 hoor. Nou, vooruit. Ja, ik was ook niet van plan om achteruit te gaan met deze let's play, maar... Ik ga eerlijk met je zijn, dat was ik niet van plan vandaag. Morgen ook niet. Morgen ook niet? Ah, oh, okay. Nee, sorry. Flinch, let's go Jotun! Je bent een held. Hé, hey, Hornet Saver! Je bent een superheld, mijn beste vriendje, ben mijn... Weet ik het. Ik weet niet hoe dat liedje gaat, maar... Je luistert niet eens wat er gebeurt bij mij. Wat gebeurt er? Wat? Ah, nu vind ik het wel voel je het? Sorry. Whirlwind. Ah, oh, wat kut dit. Maar sorry, wat zei je? Honetjes geëvalueerd. Ah, oh, nice. Voor je. Ja. Shit, nu moet ik switchen. Ah, oh, dan gaat hij niet overleven als hij een fighting type doet natuurlijk. Step. Ik ga het risken. Ik moet iets. Hopen dat hij weer smelling salt doet, want dat weet ik dat ik dat kan tanken. Smelling salts, oké. Okay. Ik ken die hele aanval smelling salts niet. Jawel, hij doet dan smelling salt. Ja. Dan ken ik hem nog steeds niet als je dat zegt. Oh, niet. Smelling salts, ja. Het staat ook alleen een handje in beeld, dus hoe dat smelling salts represent, ik heb geen idee. Maar... Ik denk dat niemand dat weet. Oké. Ramos. Ramos, keep up your work, man. Oké. Hariyama is dood. Je kan het zo, man.
Rollerskater Rolanda. Je bent neer. Nog oh, dat is de laatste. Nice. Of niet? Of moeten die hekjes ook nog weg? Nee. En nu de gymleader nog. Wil je weten welke Pokémon ze heeft? Ja, heel graag. Ze heeft Mienfu, Hawlucha en Machoke. Hey, Hawlucha is easy kill met Jolteon. Dus dat is niet zo erg. Ja, de rest is allemaal kut. En die Mienfu start met een fake out, dus dan weet je dat dat was. Oké, dus één turn is al verneukt. Dus misschien dat je iets van een status boost kan doen of zo. Ja. Ik weet trouwens niet of dat flinch daar effect op heeft. Nee, ja, dan werkt flinch ook niet volgens mij. Oh, oké. Okay. Hoezo gaat hij niet omhoog? Ik heb de vierde gym nu verslagen. Ik heb de derde gym nu nog niet verslagen. Oh, wat? Het werkt niet eens. Ik ga even kijken tot hoe hoog onze Pokémon's mogen voelen. Kom ik daar? Ja. Tot 42. Oké, nu komt die bitch. De fighting type bitch. Oh, dit. Oké. Fake out is een dark type move. Nee, is een normal type move. Huh? Sinds wanneer? Sinds altijd. Oh. Jij, ik denk dat jij in de war bent met Pursuit. Ja, zal dan wel, I guess. Corina, oké. Okay. Please don't fuck me up. Please. Ik ben bang. Milan, ik ben bang. Je kan het, Sander. Geloof in jezelf. Ja, geloof in jezelf. Oké. Okay. Level 29. Is fake out ook altijd eerst? Ja, volgens mij wel. Ja. Dat heeft dan geen zin. Oh, power punch. Oké. Okay. Wel, was wel een crit. Avoid it. Wat een naaierij, Hiro. Mag ik deze game haten, alsjeblieft? Ja, haten mag altijd. Ah, gelukkig. Ik, wanneer ik Snapkin tegenkom, haten mag altijd. Circle throw. Power punch. Oké, niet killen. Nee, de... Oké, ja, 10. Oké, please, circle throw. Oké, zijn stats boost zijn weg. En een one-hit KO. Oké. Okay. Komt die circle throw dus toch nog van pas? Als hij niet killde, dan was hij in ieder geval van onze attacking boost afgekomen. Ja, precies. Maar helaas. Nou ja, hij won het zijn one hit KO, dus daar ben ik ook blij mee hoor. Dan zie je me ook niet over klagen. Deze Hawlucha. Ik ben even hoog level met mijn Jolteon, dus kan nog... Klein, kan nog wat worden. Hyper Potion. Oké, okay, in principe is het een 2-hit KO. Dus dit gaat wel lukken, denk ik. Kill, alsjeblieft. Ik had zo net een crit. Wat een naaierij hier. Je kan het, Sander. Ik geloof in je. Flying Press. Oké, okay, avoid it. Let's go, Jolteon. Je bent een held. Weer een hype. Oké, dat doet hij dan in ieder geval niet bij haar Lucario. Of Machoke bedoel ik. Oké, Thunderfang. Ja. Kablam. Ga dood. Dank je, Hawlucha. Sorry, ik hou van die Pokémon, maar hij moest echt even dood. Dan heb je nog één Pokémon te gaan, toch? Yep. Alleen Machoke. Ja, maar dat was diegene waar ik... Oh nee, dat was Stroh, waar ik eerder ook al zoveel moeite mee had. Alsnog. Oké, okay, wat ik kan doen
Maar dat is wel een risky move met Jolteon Thunderwave, aangezien ik net Thunderwave heb geleerd. Oké. Misschien dat dat nog wel van pas kan komen? Ja, ik ga het proberen. Ik ben sowieso sneller. Jolteon is een speedy Pokémon, dus ik ben sowieso sneller, toch? Ik ga je niks beloven. Nee, oké. Nou, hij is in ieder geval paralyzed. Can't move. Paralyzed. Let's go. Paralyzed. He's paralyzed. Oké, Thunderfang. Rock Tomb. Dat zal veel doen. Alhoewel, het is geen step natuurlijk. Speedfell, maar hij is paralyzed. Dus dat is sowieso niet veel effect hebben. Oké, ik doe nog één Thunderfang. Wel 54 HP, dus misschien was het leer. Oh, bedankt. Dat is mijn defense, toch? Of is dat mijn attack? Ja, defense. Oké. Okay. Dan outspeed ik, heb ik gewonnen. Gewonnen? Ja. Nice. Zonder deaths. En allemaal weaknesses. Hè? Ik bedoel, ik weet, ik heb een Beedrill verloren. Het enige wat me iets wat meer zekerheid had kunnen geven bij deze gym. Maar alsnog vind ik dit best wel goed gedaan. Ik ben trots op je, Sander. Dat heb je zeer goed gedaan. Er zijn dommere devs geweest. Precies. Deze serie. Ik denk dat we de aflevering daarbij even moeten beëindigen. Ja, lijkt me. Ik wil iedereen bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. En dan zie ik jullie heel graag weer bij de volgende aflevering. Vergeet zeker niet op Sander's kanaal te abonneren. En tot de volgende keer. Adios, amigos. Ja. Joejoe.